Sam van Dijk zit alleen in space omdat zijn moeder Wendy van Dijk is. What up, space? Mijn naam is Sam. Mella. Tim. Sam. Galit. En vandaag doen wij de Whisper Challenge. Bij deze challenge is er een zin gekozen die niet waarheid is. En die gaat één iemand aan de ander vertellen. Zitten dus twee mensen op de bank, maar de andere heeft een koptelefoon op. De ander wacht op de gang en telkens wordt het de zin doorgegeven en telkens heeft iemand anders een koptelefoon op. Met muziek toch? Met muziek, dus je hoort helemaal niks. Dus aan het einde gaat de laatste persoon dus raden wat de zin was. En dat is waarschijnlijk dus helemaal fout. Echt allemaal drossin. Dat lijkt er waarschijnlijk dus helemaal niet op. Ik ga hier beginnen met ik ga naar de gang. Wie wil de zin als eerste doen? Oké, jij en... Oké, dus wij gaan naar de gang. Wow, wat is dit voor een headset? Where's the Lolo? Hallo, hallo! Hey! Ah, kan je iets zachter? Nee. Hoor je wat ik nu zeg? Dan zeg je maar nee. Hoor je sa nee? Hoor je wat ik nu zeg? Kan je nu de zin voorlezen? Ja. Ah, ja. Wat niemand weet, is dat Galit auditie heeft gedaan voor RuPaul's Drag Race. Ja. Wat niemand weet... Overnieuw. Wat niemand weet... Wat niemand weet... Is dat... Is altijd... Ja. Is de eerste zin wat niemand weet. Wat niemand weet is dat... Wat niemand weet... Is dat Galit... Is... Kan niet... De auditie heeft gedaan. Ja, ik kan niet horen. You smart. Dat Galit... Is dat... Galit... Alle... Galit... Allergie. Galit... Ali. Galit... Kali. Galit. Niemand weet is dat Galit... Auditie heeft gedaan. Wacht, het muziekje valt uit. Heeft gedaan. Niemand weet dat Galit auditie heeft gedaan voor RuPaul's Drag Race. Voor Swag. Ja. Praat je al. Praat hij al. Galit. Orlijke. Alit. Niemand weet dat Galit Chantaline. Dat Galit Chantaline. Niemand weet. Be somebody to someone. Is het een keer? Niemand weet. Niemand weet. Dat Galit in brugklas speelt. Niemand weet dat Galit in brugklas speelt. Niemand weet dat Melle en Galit brugklas spelen. Klaar. Als je stopt doe je zo, oké? Dit is echt een dik nummer. Niemand weet. Mag ik die nummer herhalen? Niemand weet. Dat Melle en Galit in brugklas spelen. Ik verstond iets. Okay. Wat je niet wil weten, wat ik verstond. Niemand weet dat Melle en Galit. Ik hoorde het weer. Ik zweer, het is niet goed wat ik nu hoor. Als dit een gerucht is. Niemand weet dat Melle en Galit in brugklas spelen. Oké. Weet je hoe hard hij schreeuwt? Hoe kan je dat niet horen? Oh, ik wil niet weten wat ik heb gehoord. Niemand weet dat Melle enorm. Gay is. Nee. Dat verstond ik. Niemand weet. Jezus. Dat Melle enorm gay is. Niemand weet. Dat Melle. Gay. Is. Gast. Ja. Ik denk dat ik echt iets ga zeggen dat iemand dan boos op mij gaat worden. Want ik weet, ik denk dat ik iets heb achter mij gekomen, maar als het ware is ga ik een stukje aan deze kant zitten. Maar iets van... iemand weet dat Melle gay is ofzo? Oké, niemand weet dat Melle enorm gay is. Wat niemand weet is dat Galit auditie heeft gedaan voor RuPaul's Drag Race. Wat is dat? Dat was echt? Heb je dat gedaan? Wanneer? RuPaul's Drag Race? Wat is dat? Dat is voor... Ik heb helemaal geen auditie. Dat is voor mannen die zich verkleden als vrouwen. Dat heb ik nog gezien. Het is toch een grapje? Oh! Ben jij tegen mij? En niemand weet dat Melle en Galit in brugklas spelen, hoorde ik. Ik verstond echt gay. Fuck that, but like an adequate semi out of man, a good one, and a red for anybody in your bug bag. Look at your vibe in a way you don't leave nobody alive, you're so sad, no fuck that. Both of your feelings are killing them. One of your man is a lady and even a baby. Notice that this to the game, it's a guest to play, no danger, but some say just lame. Het zusje van Sam van Dijk. Wacht, opnieuw. Gebruikt hem als make-up paspoort. En Sam vindt het stiekem wel leuk. Rustiger, meer articuleren. Word voor woord. I back. Nee. Het zusje van Sam van Dijk gebruikt hem als make-up paspoort. En Sam vindt dat stiekem wel leuk. Ik heb nog nooit geweten dat ik als Bas grote poepboep. Het zusje van Sam van Dijk. Sam, ja, de Z. Gebruikt hem. Wacht, als. Wat ik nooit heb geweten is dat Sam
Ga door. Make-up paspop. En Sam. Dat Sam bijna op paspop heeft gestaan. Wel maar leuk. Niet kan rappen. Wat niemand weet is dat Sam op paspop heeft gestaan, maar niet kan rappen. Albufeira voor een show, ik heb schijt aan een hoop. Wat ik nooit heb geweten is dat Sam op paspop heeft gestaan, maar niet kan rappen. Wat niemand weet is dat Sam op paspop heeft gestaan, maar niet kan rappen. Wat? Ik denk dat ik iets hoorde, dacht te lezen van wat is, en dan weet ik het niet meer. Ik zou het echt, ik ga denk echt iets verzinnen, ik weet het echt niet. Deze is moeilijk, deze zin. Ik kon er helemaal niks uit opmaken wat hij zei. Wat niemand weet, nee, is dat Sam op paaspop heeft gestaan, maar niet kan rappen. Ah, nu komt net een goede stukje, wacht. Mochten jullie een scheetje ruiken, ik was het niet. Wat is de meest bekende rapper die heeft gerapt op paaspop? Wat is de meest bekende rapper die heeft gerapt op paaspop? Ik versta de eerste twee woorden of zo. En dan denk ik echt van, what the fuck is dit? Wat is de meest bekende rapper die heeft gerapt op paaspop? What the fuck? Dat is lastig, hè? Dat kan ook muziek je aandoet. Klassieke muziek, rockmuziek aan heb, ligt eraan. Ik heb nu klassiek. Fantastisch. Wat is? Melle. Melle, wat is Melle? Wat is Melle zonder pindakaas? Wat is Melle? Wat is Melle? Wat is Melle naar de dokter toe? Ik kom hier later pas achter. Dit gaan we niet zeggen. Wat is... Maar dat is heel zacht. Wat is? Melle. Oké, maar die doe je ineens heel snel. Het eerste stuk doe je sloom. Doe het laatste stuk ook sloom. Wat is? Melle. Als hij Stippa laat gaan. Maandag. Dit horen jullie toch? Dit horen jullie niet, hè? Wat denk je dat je verstond? Wat is Melle zonder maandagmorgen? Wat is Melle zonder goede maandag? Dit is net zo slecht als dat ik had nadenken. Nee, jongen, oké, wat is Melle? Ik heb hier de zin voor me die ik in eerste instantie tegen Sam collega goed zei. Het zusje van Sam van Dijk gebruikt hem als make-up paspop. En Sam vindt dat stiekem wel leuk. Wat? Weet je wat ik zei? Ik heb nooit geweten dat Sam op paaspop heeft gestaan en eigenlijk niet kan rappen. Dat heb ik eruit gehaald. En daarna kwam Galie. Welke bekendste rapper heeft gerapt op paaspop? Zo gelijk dat hij zo ergens anders naartoe kan gaan. Ja, en weet je wat ook lijp is? Wow, geef een tornado met 5 keer de inslagwaarde. Wat joh. Er gaat een gerucht dat Tim zijn tanden poetst met zijn eigen poep om ze mooi wit te houden. Sorry, ik let niet op. Er gaat een gerucht dat Tim zijn tanden poetst met zijn eigen poep om ze mooi wit te houden. Interessant, hè? Er gaat een gerucht dat Tim zijn tanden... Gast. Er gaat een gerucht dat Tim zijn tanden poetst met zijn eigen poep om ze mooi wit te houden. Dat is de job, man. I wanna be somebody to someone go. Er gaat een gerucht rond dat Sam van Dijk alleen maar gekozen is door de moeder Wendy van Dijk. Het gerucht dat Sam van Dijk niet goed is door moeilijke vragen te stellen. Is het... Lullig nu echt shit? Peace out, buddy! Er gaat een gerucht... Nee, eerste woord. Er gaat een gerucht rond dat Sam van Dijk alleen gekozen is omdat Wendy van Dijk
zijn moeder is. Het gaat niet zo goed omdat Sam van Dijk losrent terwijl we samen moeten zijn. Nou, hij is ons wel allemaal voorbij. Er gaat een gerucht rond dat Sam van Dijk alleen gekozen is omdat zijn moeder Wendy van Dijk is. Er gaat een gerucht rond dat Sam van Dijk alleen maar gekozen is omdat Wendy van Dijk zijn moeder is. Er gaat het gerucht rond. Hij gaat het. Dat Sam van Dijk alleen maar gekozen is omdat zijn moeder Wendy van Dijk is. Ik hoorde alleen maar laatst zin omdat zijn moeder Wendy van Dijk is. Maar de rest hebben we niet gehoord. Er gaat het gerucht rond dat Sam van Dijk alleen maar gekozen is. Sam van Dijk alleen maar in. Gekozen is. Omdat zijn moeder Wendy van Dijk is. Leier! Schreeuw eens. Hij deed al. Leier! Je stinkt naar kaas! Sam van Dijk zit alleen in space omdat zijn moeder Wendy van Dijk is. Ik weet het! Ik weet wat je zei! Moet ik het zeggen? Ja, ja, ja. Sam van Dijk zit alleen... Ik vind het kut om te zeggen. Is het waar? Kan het kloppen dat ik het kut vind om te zeggen? Ja. Sam van Dijk zit alleen weer in space omdat zijn moeder Wendy van Dijk is. Hey! Ja! Ja, maar het was niet de zin! Hey! Oh. Sorry bro, dit wilde ik echt niet verstaan. Jullie pesten Sam allemaal, maar uiteindelijk was het. Was het over Tim. Er gaat een gerucht dat Tim zijn tanden poetst met zijn eigen poep om ze mooi wit te houden. Wat? Maar hoezo zei je het? Mij weet niet van mij. Ja, nee, ik hoor heb dat. Heel zijn zin volgens mij echt heel goed nagedacht. Ik hoor het echt. Moeder? Ik durf te wedden dat dit de leukste zin is tot nu toe. Sam Collet is heel erg jaloers op de mooie, ronde billen van en de grote spieren van Galit. Sam Collet is heel erg. Is? Heel erg. Heel erg. Jaloers op de mooie, ronde billen en spieren van Galit. Moet ik dit nou weten? Sam Collet is heel... Sam Collet is dus... Is heel erg jaloers. Ja? Op de mooie, ronde billen en spieren van Galit. Sam Collet is heel erg jaloers op de spieren van Galit. Nog één keer. Ja, nog twee keer. Sam Collet is zo gespierd met zijn grote spieren en hij gaat dus naar de sportschool. Articuleer anders gewoon niet, doe anders gewoon dit. Sam Collet gaat naar de sportschool. Gaat thuis verzorgd. En daarom heeft hij hele grote spieren. Gitaar spelen, spierballen. Dus hij is heel sportief. Deze jongen, nog één keer. Articuleren! Ga je weg. Sam Collet gaat naar de sport. Heeft hij down? Zie je mijn mond? Ik praat zo. Sam Collet. En dan articuleer ik nog. Je fucking head, man. Sam Collet. Gaat naar de sportschool. Gaat naar de sportschool. En daarom heeft hij hele grote spieren. Maar hij komt niet binnen. En daarom is hij erg sportief. Hij gaat naar de kermis. Goed zo. Ik ben trots op je. Sam Collet mag niet naar de sportschool, want hij gaat naar de kermis. Sam Collet kan niet sporten, want hij gaat naar de kermis. Sam Collet gaat niet naar de sportschool, want hij gaat naar de kermis. Sam Collet gaat niet naar de sportschool, want hij gaat naar de kermis. Sam Collet is heel erg jaloers op de mooie, ronde billen en grote spieren van Galit. Ja, true man. Ja, grap. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat ik zo'n mooi, compact, schattig bibsje heb. Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij verloor met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Ik weet een groot deel. Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij verloor met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Ik weet de hele zin. Nee, ik ga hem nu gewoon zeggen. Melle gaat de laatste tijd vaak naar de sportschool omdat hij verloren heeft met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Kijk, kan ik het goed of niet? Oh mijn god! Kunnen wij het of niet meer volgen? Melle gaat de
laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij verloor met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij verloren heeft van Armo tijdens armpje drukken of zo. Oké, ik moet eind even opnieuw doen. Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij verloren had met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij heeft verloren van met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Ja! Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij verloren van met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Ja, dit wordt hem. Bro, dit wordt hem gewoon. Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij heeft verloren met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij heeft verloren van armpje drukken met een 10-jarig meisje. Yeah! Oh mijn god! Melle gaat de laatste tijd zo vaak naar de sportschool omdat hij heeft verloren met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Melle gaat de laatste tijd ook vaak aan de sportschool met heeft verloren met armpje drukken van een 10-jarig meisje. Hey! Oké, dit is dan weer het einde van deze video. We hadden de laatste gewoon goed, man. Holy shit, ouwe. We hadden hem gewoon helemaal goed, vind ik best knap. Vond jij deze video nou leuk? Wil je dat zeker even met een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en dan zien we jullie bij de volgende video. Bij de volgende video. Doei! Doei!